50 meter, 30 meter, start gevallen. Paarden zijn gestart voor de openingskoers van de slotmeeting van dit jaar hier op Duin. Dichter na de start is het Ringeding die de leiding heeft genomen. Galoppade voor Dirk Beukenswijk. Ringeding, de leider, heeft 3 lengte voorsprong genomen. Uitgeschakeld paard nummer 1, 1 galop. Nummer 1, Dirk Beukenswijk is uitgeschakeld. En we gaan de eerste bocht in met Ringeding. Grote voorsprong, Don Starleek op de tweede plaats. 3 lengte erachter volgt in derde stelling Challenge S. De vierde plaats is voor Dana Dalmer en zo komen de paarden de bocht door. Wat verder weg zien we dan Blossom Energy, die opereert aan de buitenzijde van de aan de binnenkant liggende Dr. Rossi. En laatste van het peloton is Calvados Himia. De deelnemers zijn in de rechte lijn voor de tribune. Met Ringeding die nog altijd leidt. Ringeding heeft wat van de voorsprong moeten inleveren, maar heeft nog altijd een lengte of 2 toch wel. Op de tweede plaats Don Starleek en anderhalve lengte daarachter ligt Challenge S derde paard. De vierde plaats aan de binnenkant is het dan Dana Dalmer en die wordt gevolgd door Blossom Energy. Aan de staart van het veld ligt op dit ogenblik Dr. Rossi in het gezelschap van Calvados Himia. En dat is de situatie die we kennen als we nu langs de rechter komen met een ronde te gaan. En Ringeding en Carolina Albers het veld nog altijd aanvoeren. Ringeding, anderhalve lengte voorsprong. Don Starleek op de tweede plaats. Derde stelling is Challenge S als we de bocht ingaan. Vierde aan de buitenzijde Blossom Energy. Vijfde aan de binnenzijde Dana Dalmere. En daarachter volgt dan aan de buitenkant opkomend Calvados Himia. En laatste van het peloton bij het naderen van de 1000 meter paal is de nummer 5 Dr. Rossi. Paarden zijn halverwege de rechte lijn aan de overzijde. Ringeding leidt nog altijd. Ringeding. 2 lengte voorsprong. Don Starleek tweede. Op de derde plaats volgt Challenge S. Vierde aan de binnenkant is dan Dana Dalmer. En op de vijfde plaats komt aan de buitenzijde naar voren Calvados Himia. En zo gaan de paarden dan af op het laatste stukje overzijde. Voorlaatst is Blossom Energy en laatst is Dr. Rossi. Paarden gaan de laatste bocht in met nog altijd Ringeding. Ringeding met een comfortabele voorsprong. Die voorsprong bedraagt 2 lengte. Naar de tweede plaats gaat Challenge S. Don Starleek valt wat terug. Maar komt aan de binnenkant toch weer naar voren. En wordt competitief weer voor de tweede plaats. Op de vierde plaats volgt daarachter dan Calvados Himia. En zo komen de laatste bocht uit. En gaan we naar de laatste rechte lijn. Met Ringeding die iedere meter van de koers heeft gecontroleerd. En nu weer aantrekt een 3/4 lengte voorsprong probeert te nemen. Op de tweede plaats is het weer Don Starleek. De derde plaats voor Challenge S. Aan de buitenzijde vrijbaan voor Calvados Himia. We komen langs de intersectie van de baan en Ringeding leidt nog altijd. Calvados Himia lijkt het grote gevaar aan de buitenzijde. En daartussen hebben we dan Don Starleek. En we zijn in de laatste meters en de leiding wordt overgenomen door Calvados Himia met Bas Krebas. Die gaat de kop overnemen en gaat gemakkelijk winnen. Calvados Himia op de tweede plaats, Don Starleek. Derde is Ringeding. Daarachter nog Dr. Rossi voor Challenges Blossom Energy. En daartussen zagen we ook nog Dana Dalmer. We kunnen gaan huldigen, dames en heren, de winnaar. En dat is Calvados Himia. Dat is de 4-jarige vosmerrie van Let's Go Along uit Proud of Himia. Gefokt door en in bezit van Himia BV. Trainer en rijder is Bas Krebas. Bloemen worden uitgereikt aan Bas Krebas, dames en heren. En we mogen gaan applaudisseren voor onze eerste winnaars vandaag. En dat zijn Calvados Himia, Bas Krebas.